Uh, Wini en ik hebben persoonlijk allebei een andere voorkeur, maar Red Love is wel de, het nummer waar ze groot mee zijn geworden. Dus uh, ja, dat, dat moest dat nummer zijn. Dat kent iedereen het beste van de Earing. Het noodgedwongen einde van de Golden Earring wilde de café-eigenaar Yvonne van der Geest niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met haar broer en zus bedacht ze een eerbetoon aan de band op de verjaardag van de ernstig zieke zanger en gitarist George Kooymans. Donderdag gaan wij vanaf 12 uur live muziek draaien van de Eering hier buiten. En vanaf een uur of vijf gaan wij de opmaat maken naar het moment dat Radar Love massaal aanmoet. Dus we gaan eerst proosten met een glas Johnny Walker whisky. En daarna gaan we aankondigen dat we het eerbetoon aan de band gaan brengen. En gaat Radar Love in de live uitvoering gedraaid worden hier bij het café. Vader Jan van der Geest had een bijzonder contact met de band. Uh, ja, dat was meer dan alleen fan. Het was een soort van vriendschap. Uh, hij, uh, hij kende de jongens goed en uh, hij werd ook door de band bij uh, dingen betrokken. En ze hebben hier uh, in de jaren zeventig ook gerepeteerd. En uh, dan was mijn vader uh, dag en nacht aanwezig om uh, uitsmijters te bakken voor de band. Uh, dus uh, ja, dat was uh, een, een, een vriendschap. Ja. Nou, mijn vader ging altijd uh, naar de Iering toe met een uh, koffertje. Uh, gevuld uh, met oude backstage pasjes en een uh, nieuwe fles Johnny Walker Red Label. En daar ging hij altijd mee op stap als hij naar die eering ging. En de crew en de band uh, wist dat ook. Wisten altijd dat ze bij mijn vader een, een, een drankje konden halen. En uh, nou, op deze manier uh, vinden we dat mijn vader ook uh, aanwezig is bij het eerbetoon. De familie heeft geen contact gezocht met de Golden Airing. Nee, niet met de band zelf. Um, die hebben het, uh, denken wij, veel te druk uh, om um, zich uh, te druk te maken over de familie van de Geest uit Zoeterwoude. We hebben wel even contact gezocht met uh, Rob Gerritsen, de manager van de band, om te vragen of hij uh, of uh, het goed vond wat wij gingen doen. En uh, dat vindt hij, dus uh, dan was het oké okay wat ons betreft. De Zoeterwoudse actie is inmiddels ook in de rest van Nederland opgepakt. Ja, dat is super gaaf. Dat hoopten we. Want een eerbetoon wordt alleen maar mooier als het uh, groot wordt gedeeld. En uh, dat gebeurt nu. Het gaat uh, naar radiostations, op televisiestations. Uh, er zijn heel veel stadskaraljons die het gaan doen. Er zijn in Den Haag heel veel initiatieven. Um, in Brussel gaat men meedoen. In de woonplaats van George uh, Rijkenvorsel gaat ze gaan ze meedoen. En er zijn ook al twee radiostations uh, op Curaçao die aanhaken. Dus uh, ja, heel breed gedragen. Superleuk.